resumen de qué es la Argentina en neerlandés. Argentinië 1. Bevrijd door San Martin, hij kan de vader van het land en zijn idealen van vrijheid voor Zuid-Amerika worden genoemd met voornamelijk de hulp van bevrijde zwarte slaven. Gauchos en het volk. 2. Men kan zeggen dat de Argentijnse externe schuld oorsprong de vader van de schuld is. Aan Bernardino Rivadavia. Schuld. Zodat de patriciërs dames van de hoofdstad Buenos Aires en hun heren van de hogere klasse van Buenos Aires luxe slipjes uit Engeland hadden. Ze waren van slechte kwaliteit. De in Argentinië geïmporteerde fabrikanten waren altijd van de slechtste kwaliteit. U kunt begrijpen welke mate van intelligentie onze Argentijnse sociale klasse bezitten. En hun interesses. En kleinzieligheid. 3. Interne schulden. De ongerechtigheden van deze sociale klasse genoemd in punt 2 tegen het volk en andere klassen die worden uitgebuit, genegeerd en zelfs vermoord. Zoals in het geval van de inheemse volkeren. Een opvallende van deze klasse, Julio Argentino Roca. Denk aan de Desert Campaign, de aankoop van semi-automatische wapens uit de VS uit Engeland. Dubbele uitgaven, meer schulden, kijk eens hoeveel schulden een bevrijde staat heeft onder deze sociale klasse. Om te roven van de mensen in het zuiden van Argentijns Patagonië. En het te geven aan de Spaanse kolonisten van de hoge sociale klasse. Uitvloeisel, dit is hoe dit land tot op de dag van vandaag is geboren uit verraden idealen. Met sociale klassen die vandaag de dag vertegenwoordigd zijn in de Agrarische Federatie en achternamen van Spaanse afkomst die de hoogste sociale klassen in Argentinië bezetten met gekochte rechters. Hegemonische media die regeringen omverwerpen, denk en herdenk Raúl Alfons in na de Argentijnse burgerlijk-militaire dictatuur, die door heel Zuid-Amerika vanuit Midden-Amerika georchestreerd werd door het Pentagon. Denk ook eens na over hoe het systemische model van paramilitaire penetratie wordt gezien in Aznar tijdens het eerste en tweede presidentschap van Domingo Faustino Sarmiento. Handelend in samenwerking met Brazilië en Uruguay tegen Paraguay, omdat de Paraguayaanse president in zijn tijd financiële vrijheid buiten alle externe machten had gepromoot. Schulden bij het internationale monetaire fonds van dit moment. In de VS en zijn Engelse bondgenoten. Conclusies: de Argentijnse Republiek is bevrijd. Heeft de schulden van de oligarchen betaald en wordt bestuurd door kolonisten uit Buenos Aires en contributors van Spaanse afkomst. Momenteel zijn deze onzekere sociale klassen werkzaam geweest in alle democratische instellingen van het land door de geschiedenis heen, etniciteiten. Kasten of sociale klassen van buitenlandse afkomst, naast Spanjaarden, Europeanen, niet-Semitische Joden, Zionisten, Amerikaanse vrijmetselaars, Engelsen en Italianen. Allemaal van de hogere klassen of de macht, of dienaren van die externe en koloniserende macht. Dit verklaart iets beter wat geen media, geen faculteit of school zegt. Je hoeft alleen maar de punten te verbinden met de geschiedenis en de observatie van sociologische, politieke en economische aspecten.
de la noche del apagón. Estamos con Camila Müller, que es docente de la provincia de Jujuy. Camila, gracias por estos minutos. Esto explica que sigan los hijos de Roca. Buenos días, bueno, tu historia realmente es una historia... Amedrentando maestros, igual que con el plan Cóndor, bien activo, en pleno siglo XXI. En la madrugada del 28 de junio, en tu casa. Gobernador jujeño. Es a 6 meses y todavía no pasa, no... No hay justicia. Argentina, liberada por San Martín, puede decirse el padre de la patria, junto a la sangre del pueblo. La deuda externa, su origen, Bernardino Rivadavia, se le podría decir el padre de la deuda externa. Para alimentar las iniquidades de, junto a una deuda interna, de las clases altas representadas por Julio Argentino Roca, podría decirse el padre de las iniquidades y del paramilitarismo en la Argentina. Corolario, uno pensando en Raúl Alfonsín, en los medios hegemónicos, como con tapas. Le dijo Héctor Mañeto, puede ocupar un puesto de poder mayor que de un presidente en Argentina. Bueno, conclusiones. La Argentina ocupada por hijos de españoles de altas sociedades y se han ido sumando otras. Judíos no semitas, tendencias sionistas, masones, estadounidenses, ingleses, dogmáticos italianos, todos de clase alta, o sirvientes a los poderes externos y colonizadores. Esto explica crímenes de deshumanidad en siglo XXI, como también hace poco en el neonatal de Córdoba, solo hubo una directora vieja que ya debe estar en su casa cumpliendo prisión domiciliaria, no se dice nada. Por matar neonatos con potasio, ¿no? Inyectándole al corazón. No quedó claro qué se hizo con todo esto. Este es el argentino, también donde una monja entregaba niños sordomudos. De esto no se habla. No forma parte de ninguna agenda, no le interesa al poder. Ni a las corporaciones, ni al paramilitarismo. En la Argentina, ni en los lugares donde ellos ocupan. Yo presenté mi denuncia, mi pedido de ayuda en realidad a la Visión Solidaria de Derechos Humanos, que acababa de estar en Jujuy relevando casos como el mío de violaciones. Entonces, febrero de 2024. La Argentina.